daar ben ik weer. Van Parijs, Rome, je kan niet flexen, nee, je kan niet komen. Overal knippen, buitenland, binnenland, de kop zien elke krant, wow, ja, dat gaat eventjes, hè. De knippen, de spitten, de hit en de kapper, oh jawel. Nee, dames, ik ben nu hier op het perron, je ziet het, hè. We gaan naar Parijs toe, mooi Parijs. Geen mij maar Amsterdam, maar toch naar Parijs. En dan gaan we niemand meer dan Gregory knippen. En een beetje chillen, en dan morgen kom ik weer terug. Maar wat ik daar allemaal ga doen, dat gaan we zo meteen even checken, toch? Een beetje chillen, lachen. Eindelijk in Parijs na 1,5 uur vertraging in de trein te hebben gezeten. Ik ben helemaal kapot. Ik zou eigenlijk zo meteen gaan knippen, maar ik ben kapot, dus dat doe ik morgen. Ik ga gelijk mijn petje in. En morgen bezorg ik jullie een leuke dag. Een hele goede morgen, een dag weer zonder zorgen. Hani Hanna die jullie weer een leuke item gaat bezorgen. Oh jawel hoor. En wat we vandaag gaan doen, vandaag gaan we... Waar gaan we vandaag heen? Naar mijn training. En hoe lang duurt zo'n training ongeveer? Maximaal een uurtje denk ik. Een uurtje? Ja. Maar ik zie... Op het veld dan. Op het veld. En na veldtraining? Daarna werken we nog in de gym en zo. Alles voor die body. Alles voor die body. Alles voor die 8-pack. Ja, dat is mijn droom om een 8-pack te krijgen. Maakt niet uit. De sportschool is weer voor mij begonnen, dus we gaan het zien. En ik neem jullie natuurlijk altijd mee. En ik neem jullie ook mee naar een training van Parijs. Dus let's go! Zijn we dan op het trainingscomplex van PSG, alhoewel Paris Saint-Germain. En ik moet eerlijk zeggen, het is een mooi complex, mooier dan ik had verwacht. En de jongens zijn al aan het trainen, zoals jullie al zien. Maar straks ga ik even invallen, ik moet even laten zien wat ik allemaal kan. Wie weet ga ik een contract tekenen, maar ik blijf wel transfervrij, want ik moet nog even kijken. Barcelona wil me hebben, Real, het gewoon even rustig. Dus ik neem jullie even mee, achter de schermen. En straks gaan we even kijken hoe Greg het doet, want hij traint apart vandaag. Hij komt net van een kleine blessure, dus hij is aan het herstellen. En voor de rest, dames en heren, niks ernstig. Hij is gewoon weer bij. Er komen belangrijke wedstrijden, Chelsea tegen PSG in de Champions League. Dat zijn de belangrijke wedstrijden, dus let's go! We'll be right back.
Hanni Hanna vlog. Ja, toch. Daar zijn we weer voor een geweldige training. Ja, ik heb een beetje last, anders was ik wel ingevallen. Hey. Ik meegetraind met de jongens. Jullie vragen jullie af waarom ik mijn capuchon had opdoet. Komt dan Hanni Bahana geen tijd heeft om mijn kop te doen, nu die vlogs doet. Dus ja. Ja, er zijn veel mensen die ik de training moet houden, snap je? Maar ik ben er wel, ik ben hier in Parijs. En we hebben vandaag ook hier al een fysio erbij. Ja. Gijs heet hij. Eigenwijs, maar het is Gijs. Dus hij is hier ook. Komt eventjes behandelen. Ook mijn fysio in Nederland. Als hij tijd heeft, hij is super druk. Hij is nog drukker dan Obama, maar... En nu gaan we... En ja, zelfs kappers hebben een fysio. Vragen jullie dat? Ja, en kappers ja. Hanni Hanna heeft een fysio. Oh, ik moet wel fit zijn, toch? Of niet, meneer de fysio? Oh, kappers moeten fit zijn, toch? Zeker. En waarom? Om die contourtjes voor mij nog even te doen. Maar ja, daar heb ik dus geen tijd voor, want ik ben alleen maar aan het kneden. Ja, je kapsel is toch pijn, dus... Kijk maar uit, anders ga ik gewoon naalden in je steken. Oh jee, ja, dat heb ik één keer gehad. Ja, dat deed zo pijn. Maar ja, fysio is natuurlijk ook belangrijk. Het is net als een auto. Je onderhoud van je lichaam is gewoon belangrijk. En je moet er veel voor over hebben. En aangezien ik veel uren maak en nu veel vlogs, moet ik er altijd natuurlijk wel scherp bij lopen. Vinden jullie niet? Kijk, daar. Eentje is aan het hardlopen daar. Zien jullie dat? Wat voor auto is jouw lichaam? Mijn auto. Mijn lichaam. Mijn lichaam, wat voor auto dat is. Ja, je zegt het als een auto. Ja. Dus ik ben wel benieuwd welke auto jij bent. Oké. You see me in a Lambo, Lambo, Lambo. Snap je? En jouw lichaam dan? Ik mag dat niet eens zeggen, vriend. Alles is top, gezond, olie, alles is scherp bij jou, vriend. Maar ja, mijn lichaam, patatjes, Mackie, alles is erin. Maar ik heb mezelf beloofd, een nieuw voornemen, 2016. Geloof me, dames en heren. Bij elke vlog ga je hem waarschijnlijk zien. Hanni gaat trainen, Hanni gaat afvallen, Hanni gaat fit worden, Hanni gaat voor die... 6 blokjes, misschien zelfs 8. En geloof me, in de zomer ga je dit zien. Pam, 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 pam. Je weet toch, strakke dingen. Wat voor dikkie. En Gijs, wat zijn jouw nieuwe voornemers? Verhuizen, je weet toch, ik kom bij je in de buurt wonen. Ah, uiteindelijk maak je dan eens een keer tenminste tijd. Daarom. Heb ik geen pijn meer aan mijn hoofd. Oké, dan. Oké, let's go. Kijk, waar gaan we naartoe? Ik ga weer lekker naar huis, man. Chill. Hoe vond je de training? Hoe was de training? Ja, was relax. Ik zag je apart trainen. Mm-hmm. Ik had net een shortje van jou gemaakt. En dan zag je sprintjes trekken. En, ik dacht van, hey, is dat 100% of niet? Want ik denk dat ik wel sneller ben. Daar mag je het graag nagaan, denk ik, vriend. Nee, ik zeg eerlijk, het was wel pittig, hè? Als je solo traint. Het was pittig. Nee. Woe, let's go. Paris. Een touw. Ja, waarom? Waarom was dat eigenlijk? Greenpeace. Ja, was zonne-energie dingen. Mij niet gezien. Maar hoe heet het ook weer, Gijs? Aan jou de vraag hoe het heet. Ark. Ja. Triomf. Heet het echt zo of loop je vast? En nu jij? Vast. Hoe heet het, Hannibal? Het heet de Ark. De Ark. Ik weet het, ik schaam me niet voor, ik weet het niet, maar ik zie het wel vaak. Alleen ik ken de Eiffeltoren hier in Parijs. En als het goed is, oh, dat is geen Eiffeltoren. Dus wee. What's up? Het is tijd voor een kapseltje, dames en heren. Dit is een before. Ja, hij heeft er geen zin in natuurlijk. Elke week op de stoel, je weet hoe we het doen. En kijk, dit is een beforetje. En dit is een effe natuurlijk, dames en heren. Kijk, ja, helemaal scherp. Dat is wat we doen. En zoals we altijd zeggen, een Hanikoep doet je altijd goed. Woe! En weet je het mooiste van alles is? Dit is je prijskast, hè? Ja. En weet je het mooiste van alles is? Kijk hoeveel mooie prijzen. Kijk hier, allemaal mooie prijzen, ja. Zo vaak kampioen geweest. Nog geen enkel Nederlands speler. En kijk, zelfs een Hanibak zit erbij. Ongelooflijk. Woe! Ja, fysio aanwezig. Altijd goed bezig. Dames en heren, een hele goede avond. Ik kom zojuist van de filmpremière van niemand minder Kevin Hart en de IJscube. En ik moet jullie eerlijk zeggen, het is een geweldige film. Het is echt een aanrader. Ik zou zeggen, ga naar de Pathé en koop een popcornetje en een lekkere drankje. En ga lekker achterover zitten, want die film is echt
Geweldig, je krijgt zelfs last van je kiezen van het lachen, dat is niet normaal. En wat ik jullie ook moet vertellen is eigenlijk, ik heb wat leuks meegemaakt. Ik heb vandaag een bericht gekregen van niemand minder dan de kapper van Kevin Hart. Ja, de kapper van Kevin Hart, die stuurt mij een bericht. Waarom? Hij zei, Hani, sorry, ik heb een brutale vraag, maar ik heb kapperspullen nodig. Kapperspullen, ja, ik heb een tondeuses nodig en een paar dingetjes. Ja, sorry, maar de Amerikaanse tondeuses die werken niet goed hier in Europa. Ik zeg, Europa, ik zeg, weet je wat het ook is, maak je niet druk. Ik kom naar je toe, zeg me wat je nodig hebt en ik regel het. En vervolgens had hij bepaalde dingen nodig, die had ik niet in de salon. Maar mijn goede vriend Erik Wilkos, van de kapperservice in Alkmaar, die zei tegen mij, Hani, geen probleem, ik breng het naar je toe. En vervolgens heeft hij me de spullen gegeven die ik nodig heb. En nu ga ik naar de kapper van Kevin Hart en wellicht ook naar ons grote vriend, niemand minder dan Kevin Hart. Ja, let's go. Dames en heren, ik sta hier met de kapper van niemand minder dan Kevin Hart. Zijn naam is John. What's up, John? What up? What's good? What's up, good people? I'm John Burgundy, Kevin Hart Special Barber. I'm out here in Amsterdam. Met up with my man. Hani Hana, man. Hani Hana. This is my guy right here. He looked out for me. He's the man. You can't get no better than what this guy is giving you right here. He's the best. And I have a question for you. Yes, sir. Yes, did sir. Did you see the movie? I did see the movie. And tell me. I like it. No, the movie's amazing. I'm a big fan of Ice Cube and Kevin Hart and the whole crew because it's an amazing movie. No, no, the movie's amazing. It's way bigger and better than the first one. You gotta go see it right along to us in theaters now. Best movie out. So, I see also, if I'm gonna look to your hair. Oh, yeah. I'm in bed. I'm seeing you need a honey hoop, man. I do. Okay, you know what we're gonna do? Because what we don't do? Have a lot of time this right. time. Uh-huh. Yeah. Next time, I'm gonna cut you. Yep. And then you're gonna cut me. 100%. Is that a deal? That's a deal. That's a deal, man. Pound it up. Ladies and gentlemen, my friend John from the States. Yes, sir. Miami 305, LA, you know we are here. You know what it is. Dames en heren. Yeah, yeah. I see a couple people with some awful s***. Y'all make some noise with my goddamn co-star, Ice Cube. Scared the shit out of me, nigga. Goddamn one more time for my co-star Ice Cube in the fucking building. Make sure y'all go see Ronald. I swear to God, I was about to fire my security on the spot. I'm over here tackling the shit out of me just now. All right, we all hear Amsterdam go off. You ready? Okay. Goddamn, the international tour is nothing but success. Day two in Amsterdam. What's up? I'm with the own and only Kevin Hart. What's yes, up, sir. Bro? What's going on with you, man? I'm fine, man. Good to see you. Good to see you as well. And good to be seeing. It was an amazing show. Oh, I'm glad you had a good time. And the movie also. I was watching the movie and was like, damn, is that Kevin Hart? There you go. You making the movie, man. I'm trying to, and, man. Trying. And I want to say also a big shout out to you, to all the whole crew about the movie. Yes. Big shout out, man. Thank you, respect, man. Well, look, man. You make sure you guys go over, go see it. Ride Along 2 is hitting theaters. Actually, it's about to hit theaters this upcoming week. So I feel like you don't want to be a part of the people that are talking about things that you don't really know what's going on or you don't know what it's about. So figure it out by going to go see the movie and get the laughs, man. And then when I'm in your city or I'm in your country, come see me perform on tour. And if that's not good enough for you, then just wait for another movie to come out. Because I'm always going to be doing something because I don't stop. Or you may just catch me on this video right here. With Hani Hana. There you go, Hani Hana. Hani Hana. And wait. Also, big respect, big shout out to my man here also. This guy is also the barber of Kevin Hart. Yes, sir. Yes, sir. And believe me, two barbers. Why not, man? Why not? Yeah, international. I like it. International chemistry right here. This is huge. People, it was my man Kevin Hart. Hani Hana, Kevin Hart. Thank you, shout man. Shout out to the boy John, you know it. I love it. Indeed. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze prachtige item. En het was een eer om niemand minder dan Kevin Hart maar te mogen ontmoeten. Echt een toffe gast. En hij heeft me weer uitgenodigd voor zijn volgende show, 30 januari. Wil jij erbij zijn? Wil je dat ik je meeneem? Ik zou zeggen, plaats één van je mooiste reacties. En wie weet pik ik jou of je vriend of je vriendin eruit. Want ik geef 2 kaartjes weg voor zijn show. En ik zou zeggen alleen van, gaan we dat doen? Tuurlijk ga je dat doen. Maar met mij naar een prachtige show van niemand minder dan Kevin Hart. Dat wil je toch wel meemaken. Dames en heren, dankjewel. En zoals ik het altijd zeg, de Hanikoep doet je altijd goed. Ja. Dames en heren, dit is mijn broeders. Dit zijn mijn broeders van andere moeders. Hey. Arabes. Ik heb daar zojuist gegeten. En ik moet jullie zeggen, nee, ik heb geen buikpijn, maar ik zit wel lekker vol. Tot ziens, tot de volgende keer. Hey. Wat is het, jongen? Ja, yeah,
Is het, wat voor water is het? Gewoon blauw of Evian? Gewoon halal, het is gewoon halal. Oh, rustig, relax man. Hé, hey, je hebt lang aan, hè?